Meneer Henk Nijbeevank, projectleider van het nieuwe stadhuis. Hoe is dat allemaal verlopen? Wanneer begon het? Laat ik daar eens mee beginnen. Ja, het is een heel lang traject geweest hoor. Oorspronkelijk is het eigenlijk begonnen in 2012, 2013 zo ongeveer. Dat toen onderkend is dat de huisvesting zoals we die hadden, dat die onvoldoende veilig was. Dat die niet meer voldeed aan arbonormen, dat de technische installaties verouderd waren. Het gebouw was op, is toen al geconstateerd. Vervolgens zijn we na gaan denken over en wat moet het dan gaan worden. En toen kwam uiteindelijk in die periode 2004, 2005 ongeveer, 2006, toen kwam ook de ontwikkeling van de nieuwe binnenstad kwam op de rol te staan. En toen is bedacht dat we in die nieuwe binnenstad ook een nieuwe stadhuis zouden gaan bouwen. Daar zijn toen plannen voor ontwikkeld, daar is zelfs een architectenselectie voor geweest. Het bureau Meijer en van Schoten heeft daar toen het winnende ontwerp voor gemaakt. En dat is uiteindelijk, in 2010 is dat gestrand, omdat toen ook de economische omstandigheden wat aan het veranderen waren. De financiële positie die was aan het verslechteren. Toen is het hele binnenstadsplan is van de tafel gegaan, daarmee ook het plan voor het nieuwe stadhuis. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. Dus geen nieuwe binnenstad op dat moment, geen nieuw stadhuis. Maar het probleem was er wel en er zou wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Daar zijn we toen mee doorgegaan met het zoeken van die oplossing. En toen kwam in 2010 kwam de huidige locatie waar nu het nieuwe stadhuis gebouwd is. Dat kwam een roemruchte plek, hè? Ja, dat was de zogenaamde Fortessa-locatie. Het Fortessa-project dat ging niet door. De projectontwikkelaar die kon onvoldoende zeg maar, zijn vastgoed afzetten. Heeft het plan teruggegeven aan de gemeente. We hebben daarmee ook de grond teruggenomen. En de gemeente had er wel alle belang bij om te voorkomen dat, juist dat perceel, zo'n mooie prominente locatie in de binnenstad, dat dat jarenlang of tientallen jaren nog braak zou blijven liggen. Dus toen is de combinatie gemaakt van we hebben en het probleem van het stadhuis, maar we hebben ook het probleem van wat doen we met die grond. En toen is het idee ontstaan om een nieuw stadhuis, maar dan in een wat soberder variant dan destijds op de markt, om dat op de huidige locatie te gaan bouwen. En verder dit hele, wanneer ging de eerste schop in de grond, zal ik maar zeggen? Ja, misschien nog even een stap daarvoor, als dat mag. Want we hadden toen inderdaad zeg maar, de plek gevonden. Maar toen kwam er in 2012 kwam er toch een kink in de kabel. Want met de nog steeds verslechterende situatie van de economie en van de financiën. Toen besloot de raad in juni 2012 om het hele plan maar 2 jaar in de ijskast te zetten. Nou, dat betekent met een programma van eisen wat je hebt, een uitwerking van het programma van eisen in een ontwerp, het voldoet aan alle regelgeving, dat als je dat 2 jaar wegzet, dan kun je bijna wel weer opnieuw beginnen. Dat was uitstel is afstel? Daartoe zou het hebben kunnen leiden. Daar kwam bij toen op dat moment, en dat was een gelukkige omstandigheid, dat de markt natuurlijk bouwhonger had en... We hebben toen nog gezegd, er komt nooit een gunstige moment om zo'n bouwwerk, zo'n project van die omvang, om die in de markt te zetten. En ik heb dat later ook wel nog van de aannemerswereld begrepen. Ja, wanneer wordt er nog een gebouw van deze omvang, van dit volume, hier gebouwd? Daar komt maar zelden voor. We hebben toen ook gekeken naar de financiering, want ook die omstandigheden die werden alsmaar gunstiger. We konden steeds goedkoper financieringsmiddelen uit de markt halen. Dus met een interessante aanbesteding en met een goedkope financieringsvorm hebben we toen de raad ervan kunnen overtuigen dat het toch het beste is voor de toekomst, maar ook financieel economisch het meest aantrekkelijk en haalbaar. Om toch voor die nieuwbouwvariant te kiezen en dus niet voor renovatie, niet voor huur, maar gewoon nieuw te bouwen. Ja. De bedoeling was dat de aannemer het 1 oktober 2014 had moeten opleveren. Nou, dat is bekend, dat heeft hij niet helemaal kunnen halen. Dat is uiteindelijk 6 februari 2015 geworden. Dus een lichte vertraging, maar goed, daar zijn we met elkaar goed uitgekomen. Nou ja, u bent projectleider. Eigenlijk is uw werk al afgelopen, hè, behalve wat u nu hier doet. Of zijn er nog meer taken die u hebt? Nou, ik verwacht wel dat we de komende maanden nog allerlei dingetjes krijgen waarvan we zeggen van, dat zou toch nog iets anders moeten. Of daar hebben we niet aan gedacht. Of daar moet nog iets hersteld worden. Dus de komende maanden zal ik nog best in beslag genomen worden door allerlei dingen die zich voor gaan doen.
Het is voor het eerst dat mensen ook daadwerkelijk gebruik maken van de nieuwe werkplekken. Dus daar komen ook allerlei dingetjes uit voort waarvan we zeggen van nou, daar moeten we toch op een bepaalde manier nog in voorzien. Dus daar ben ik de komende maanden nog wel druk mee. En ik wil ook de tijd nemen om het als project ook keurig af te sluiten en het ook goed over te dragen aan de beheersorganisatie, zoals dat heet. Zijn er ook momenten dat u slecht geslapen hebt? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb er altijd vertrouwen in gehouden. Ook in het hele proces, zeg maar even, zoals we het net beschreven hebben. Ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat we een goede oplossing zouden vinden voor een groot probleem wat we hadden. En ik ben er ontzettend blij mee, maar ik ben er ook wel trots op. En ik hoor dat ook van de mensen terug. Mensen hebben er ontzettend veel zin in om nu naar het nieuwe stadhuis te gaan. En ik ben daar heel blij mee. Dank u wel. Graag gedaan.